Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Karaoke, Pokémon Harmony Shiny Cage Lock met Sander van Gaming SB. Omdat het niet mag, heb jij een heel berg van in beeld gezet. Precies. Sander, ik ben benieuwd of jij die koffing wel krijgt, ik hoop het wel, ik ben echt benieuwd. Ik zou met een Nidoran ook niet heel... boos worden. Mijn Dedenne wel. Maar dat is ook een beetje omdat jij hem al hebt. En ik vind dat niet leuk. Nee, ga nou niet mijn speed verlagen. Ga nou niet de accu leeg zijn. Waarom gebeurt alles tegelijkertijd? Wow, en ik mag ook niet salty zijn. Freak. Ja, dat was geen salt. Dat was geen salt nog niet, Milan. Dat telde niet als salt. Nee. En het was niet salt over onderwerp X. Of onderwerp. Het is ei. Ja, ik dacht hetzelfde. Snap je? Want we spelen dus Pokémon X en I. Dus als je dan. Ja. Passerby gave a nice? Tenminste, nog iemand die een nice geeft. Mr. Mime en Machoki. Machoke me daddy. I do be Machoking the daddies. Of? Water Pearls in. Op de Mr. Mime. En Symphony. Okay. Op de Machoke. Oh, op alle Oh, jezus, een goede aanval. Ja, zeker. Oh, lightscreen is wat minder leuk. Nee, dat mag wel. Je had het best wel snel, die Shiny, trouwens. Dat klopt. Jij hebt de Shiny sowieso snel, voor mijn gevoel. Maar ik ben wel een Pokémon Master, dat moet je niet vergeten. Ik heb de Shiny. Ik heb wel echt nadeel dat ik veel Gen 5 Pokémon heb. Oh, dat valt nu wel mee. Ik had veel Gen 5 Pokémon. Maar die evolueren laat. Ja, dat klopt. Dat is altijd kut. En daardoor kun je ze eigenlijk ook niet heel makkelijk gebruiken in cage matches. Want ja, we all know how that went. Ja, maar het was Gen 5 Pokémon tegen Gen 5 Pokémon. Ja. Maar ja, Thunderstoning. Oeh, het is goed om te weten dat als we mochten ooit een keer Pokémon nodig hebben met de Thunderstone, dan moeten we daar. Als jij een Raichu hebt. Nee, als je een Pikachu hebt. Of een Pichu. Moet je wel verwachten totdat hij een Pikachu wordt. Mm-hmm. Maar als je een Pikachu hebt. Wat was de eerste Pokémon van die guy? Oh, welke? Lammer, dat weet ik. Want toen zei je nog, oh Sander, dit ga ik niet vinden. Krokrok is de tweede Pokémon. Oh. En de eerste? Ja, dat is ik even te denken. Ik weet het echt niet. Nou, dat weet je dan ook niet. Never mind. Ik ga wel gewoon in. Ik had niet zoveel moeite met die Pokémon in ieder geval. Dat weet ik nog niet. Oh, was dat die Fungus? Of was het oh, dat was die Fungus. Ja. Grass tegen grass, baby. Als ik nou gewoon die guy had in laten staan, dan had ik ice tegen grass. Dat was wel slim. Ah, die is ook water natuurlijk. Is neutral. Zagen jullie dat? Dat was niet handig. Wat deed je? Oh, je hebt het niet gezien? Nee. Oh, oké. Wat deed je? Nee, ik drukte bijna op switch. Oh. Switch in, zeg maar. Terwijl ik net zei, yo, is niet heel handig. Maar toen ging ik snel naar summary, dus op zich maakt het niet zo heel veel uit. Maar... Holy effect spoor! Sander, yay, zal ik heel... effect spoor, oh. Yay! Want ik mag niet salty zijn. Zal ik even eerlijk zijn tegen je? Nou. Ik heb een Dedenne. En blijkbaar is je niet dezelfde type als een normale Dedenne. Doordat je weer Harmony. Maar nee, ik kan niks hij met is niet die Harmony. Nee, hij zou Harmony moeten zijn. Omdat Harmony gewoon hetzelfde is als Fairy. Oh, ja. Maar hij is Electric Ground. Holy damn, hoe moet
dat nou weer dan? Ik dacht, ik kan het ook niet zeggen, maar dat zou een beetje lullig zijn. Ja, en anders had ik het nu gezien als ik nu toevallig op je scherm keek. Ja, dat weet ik, maar ik weet dat jij niet zo snel op mijn scherm kijkt. Ja, maar als je straks een ground move had gehad en ik kijk een keer op je scherm, dan had ik het wel ook gezien. Dus. Krokorok, oh, die ken ik nog wel, ja. Dat was geen Salt. Voor Salt moet je hier wezen. Ja, het wordt een beetje vermoeiend, Sander. Nee, dat was geen Salt. Nah. Nee, maar elke keer benoemen we ervan wel. Oh, oké. Oké. Boom. Ah, 2-hit KO, baby. 2-hit KO. Lekker. Oké. Krokorok, feinting. Feint het ding. Eigenlijk, hè. Kijk, mij blij zijn met die victory. Royale? Oh, probeer je een trainer om te ontwijken, loop je recht in de volgende trainer. Sad. Toerist Tomoko. Oh ja, dat had ik ook bij die. Had ik nu maar een dark type. Oh. Dan zeg ik niks. Ik wou het bijna weer zeggen. Nee, oké, ik hou nu echt op. Nee, maar met Ice kan ik het ook wel. Zal ik Ice Shard? Ja, ik ga eerst voor Ice Shard. Oh, joh, dat hoeft. Dat was een goede keus. Pachirisu. Steel Resist Electric. Ja. Oh, ik had ook gewoon een ground type. Ja. Ik ben een funny guy. Chompy. Pachirisu. Ik zei Chompy. Chompy. Oké, interessante Pokémon. Niet outstanding Pokémon. In de grotto. Er is één Pokémon die ik heel graag niet wil. Welke? Mime Junior. Oh. Dat vindt James jammer. Ja, dat is jammer dan. Waken, hé. Wat doet June? Dat vind ik eng. Ik ken die aanval niet. Gibble. Als je Gibble krijgt, dan kan ik echt... Oh nee, wacht. Ik heb een Ice type. Never mind. Dat is wel ook fijn. Dat Ice is nu eindelijk Stab. Eerder was dat natuurlijk niet. Nope. Omdat ik een Shellder was. Dus het heeft me wel veel vreugde gebracht dat ik een Cloyster heb. Nice. Oftewel een vagina. Voor JJ, ja. Yeah. Hij heet niet voor niets, Stiley. Hippopopopopopotes. Daar heb ik een juiste move voor. Volgens mij is die Tangela trouwens, als die Asian Power leert, wordt het een... Of is dat met een Leaf Stone? Nee toch? Dat is toch met Asian Power? Dat die een Tangrowth wordt? Is dat met Asian Power? Ja, dat zou best kunnen. Alleen ik weet niet wanneer die Asian Power leert. 32 dacht ik. Kan dat? Klinkt wel logisch nu je het zegt. Ja, er is een Pokémon die in ieder geval op level 32 de juiste move leert om te evolueren. Kan ook Apel met dubbel hit zijn, hoor. Ik ga het opzoeken. Ja. Volgens mij is de Asian Power toch, Tangela? Er staat me echt iets van bij dat... How to evolve. Kijk, als ik Asian Power Tangela opzoek en de eerste is How to evolve... Klinkt pittig goed. Ja. Ja, inderdaad, level up while learning ancient power of having ancient power. Having ancient power waarschijnlijk. Oh, dit is gen 38, oké. Ah, dat duurt niet zo heel lang meer.
Dit is Gen 6. Ja, dit is Gen 6. Dat klopt. Stunspoor was level 3. Ja, oké. Okay. Nee, ja. Quit. Stunspoor. Ik denk dat ik Stunspoor niet wil. Ja, Sleep is beter. Daru, Waka, Waka. Sami, Amia. Oeh. Dit is wel zo'n... dit is wel echt zo'n... Ja, dat is... High risk, high reward. Ja. But I gotta say, Mudsport at the moment... ik denk aan Mud... Mudslap, denk ik. Nee. Ik dacht Mudshot is slecht, maar... Dat is Mudshot. Jij dacht aan Mudsport, denk ik. Want dat zei je namelijk ook. Nee, want Mudsport... Ik dacht aan een hele zwakke ground aanval. Die doet zo ground en dan een aantal zo... hele kleine mini-explosies. Heel klein is al mini. Maar dat maakt niet uit. Zo ziet hier in Gen 4 in ieder geval uit. Volgens mij is dat Mudslap. Ja, je doet geen belly drum. Drumming the belly. Misschien gaat Jordi me haten. Maar ja, ik haat nus, Jordi in ook. Een nus, ja, in een nusloop zou ik echt niet durven om met belly drum te werken, hoor. En in een cage ook niet. In een cage match bedoel ik. Als ik zie dat jij mij al kunt one-hit KO'en met een single stage. Of een basic stage Pokémon. Tegen een basic stage dan... Ja. Oevers. Laten we het daarop houden. Big Oevers. Wat is dit? Oh, nee. Oh, weer Team Flare. Wat? Je hoeft niet te vechten. Je moet hem alleen even volgen. Ja, nee. Ik wil naar route 11. Oké, daar kan je alleen niet heen. Behalve als je gewoon luistert en hem volgt. Nou, shit. Yo, timerbal? It's about timer. Dat had je wel kunnen gebruiken tegen die Eevee. Oh ja, oh. Ja, of tegen de Diglett. Of tegen ook... de Diglett, ja. Oké, maar daar had ik liever... Ja, ik heb ook wel veel Pokémon gefilled. Volgens mij heb jij geen één gefilled, of wel? Jawel. Ik heb ook Pokémon gefilled, dat weet ik zeker. Ik weet alleen even niet meer welke, maar ik weet zeker dat ik er één gefilled heb. Moet ik nog verder volgen? Oh. Volgens mij killde ik er op een gegeven moment één. Ja, je hebt er één gekild, ja. Ik kan hem niet verder volgen, dus ik neem dat ik nu naar route 11 kan. Yes, we can to route 11. Ja, dan moet je... Oh, je moet zowel vechten tegen Corina. Twee Lucario's volgens mij. Of één Lucario. Dus weet dat dan alvast. Voordat jullie boos op mij van... had je dat niet even kunnen zeggen? Milan! Wat lief dat je dat zegt. Ik ben echt trots op je. Dank je. Ik zal je nooit meer haten op je. Nou, dat wil ik even op zwart op wit. Voor de komende 2 minuten. 2 minuten, ja. Zie je dat? Oh, is dat nu direct al? Of is ja, dat... Okay. Dat is nu direct al. Nou, gelukkig heb ik hem alvast goed gezet. En dat komt door de goede info, informant, Mr. Milani. Lucario. Lucario Yo-Yo, dat moet je ontdekken. Nee, ik dacht... Lucario King Alert. Ah ja, kan ook. Is fighting... Oh nee, fighting is super effective op Rock, hè? Sword Sense vind ik wel eng. Ja, vond ik ook eng. Nou, oh, jij doet wel veel damage. Ja, hij is ook super effective speed fel. Zou ik dan nu sneller zijn? Nee, maar doe met als sound, dat is niet erg. Dan gaat je defense wel omlaag, maar als het goed is ben je nu dood. Is hij nu dood, excuus. Oh, special defense. Oh, ja, special. Maar Lucario is natuurlijk ook special. Ja. En de volgende is ook een Lucario. Zal ik switchen? Ja, je special defense is wel omlaag gegaan, hè? Ja, het enige waar ik mee zit, dan heeft hij wel een free... free hit, ja, dat klopt. Free hit. En als ik kijk naar mijn andere Pokémon... Dit is niet echt iets... Nee, maar je kan nu switchen en dan meteen weer switchen naar Darumaka, of durf je dat niet aan? Dat weet ik, maar dat durf ik ook eigenlijk weer net niet aan. Oh. En Darumaka is wel een single stage, hè? Mm-hmm. I mean, defense, special defense...
Ze zijn mid, zeg maar. Ze zijn echt niet goed. Maar slecht. Het kan slechter. Ik denk dat hij... Oké, hij valt de slechtste van iedereen. Ja. Ik denk dat hij misschien, als je gaat switchen, dat hij dan eerst weer middel sound probeert. Maar ja, dan heb je wel hetzelfde als wat je nu hebt, dus dan kan je net niet switchen. Ja. Ik kan Mutchel, dat lowert accuracy, toch? Of is dat Mutslap ook? Ik zou, als ik jou was, nee, gewoon bulldozen. Ja. Ja. Power Punch is Fiscal. Oh, nice. Wel, Attack Rose. Oké, dit moet je toch wel winnen. En zijn Speedfell, misschien ben je nu sneller? Nee, want dat was bij de vorige ook niet zo, maar... Oh, yes! Nice, gewonnen. Lekker, lekker. Dankjewel, Corina. Corona, bedoel ik. Wow. Nee, grapje. Nu krijg ik weer zo'n melding onder mijn video van... Wil je nieuws over COVID-19? Oh, die vind ik leuk. Oh, Mian, wat ben ik toch ook blij dat ik met jou op mag nemen. Nou, dat is lief van jou. Dat is lief van jou. Als je dan zo'n goede grappen maakt, dan ben ik toch wel een beetje jaloers op mezelf. Huh? Wat? 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 Even tussen neus en lippen door. Ik zou Roggenrola ook een zeer leuke Pokémon vinden om shiny te krijgen. Oh. Deze hele horde is ver. Ik weet dat je niet live bent, maar for some reason, het was zo... Je dat zei wel tussen neus en lippen door, maar toch voelde het heel erg alsof je antwoord gaf op een chatbericht ofzo. Ik kan het niet uitleggen. Ik snap het wel. Ook op de toon waarop ik praatte. Ja, ik denk dat het was. Wacht, kan dit met... Oh, dat is wel handig. Ik kan gewoon een dingetje meenemen. Zonder dat het... Een Pokémon kost. Want je kunt gewoon zo'n Sweeting Descending, toch? Ja, dat heb ik ook. Ik heb ook... want jij had je Coughing States. En die Nidorans. En die Dedenne. Ja, mijn favoriete Pokémon. Ja, dat was een geluk ook weer. Ik wou dat ik Litten gewoon kon krijgen hier. Of een Torquet bedoel ik. Ah, ik hoop echt oprecht dat je die Koffing krijgt. Ja? Ja, dat is toch fucking vet. Ik wil gewoon weten ik hoe die... Oh, dit is jammer. ik had ook niet de fiets moeten gebruiken. Dat is een risk move. Jij bent volgens mij ook de enige die fiets gebruikt in Gen 6. Ja, hoezo? Dat gaat toch sneller? Ja, maar je hebt die rollerskates, dan gaat het niet per se sneller. Voor mijn gevoel wel. Ja. Ik ga gewoon bulldozen, fuck it. Oh, kijk hoe hoog level die is. Oeh, oh, abort mission. Abort mission. Kut, sorry. Dat is steel, dat zou ik zeker niet doen. Oh nee, fighting. Daar zou ik Zigzagoon aan doen. Laat ik alle slechte keuzes overwegen. Ja, dan moet ik met Lutin. Ja, ja. Oeh, level 33 inderdaad. Ja, ik heb volgens mij die trainer geskipt. Ja, elke persoon die normaal nadenkt, die zou deze trainer skippen. Oké. Nou, en gelukkig heb ik Mega Drain, dus dat... Uh-oh. Ik had hem gewoon kunnen sleepen. Oké, ik ga hem hierna ga ik hem sleepen. Ja, jammer is dat het 1 op 4 kans is dat het mist. Mm-hmm. Ja, ik moet sleepen. Ik moet voor sleep gaan, echt waar. Als ik niet voor sleep ga, dan ben ik dood. Niet voor sleep, dat is een nieuwe game. Niet voor sleep. Vind ik eng. Ah! Ik zei toch dat ik dat eng vond. Oké, hij sliept wel, dat is wel top. Gelukkig. Zal ik Constrict doen? Dat doet elke keer... Nee. Gewoon nee, Mega Drain nu niet nog sleept. Voor de AP'tjes. Ja. Ook als het niet zoveel, toch proberen. Ja, maar het zorgt wel dat ik over health ben, denk ik. Ah, misschien net... Ah, jawel. Kijk, en dat is dus gunstig, want hij heeft zo net in 2 dingen de helft gedaan, wou ik zeggen.
Ja. Oké, ik zou een potion gebruiken, denk ik. Ja, het enige is, zou ik doen. Als hij Calm Mind doet, doet hij in ieder geval geen damage. Maar als hij Calm Mind doet, dan heb je echt een probleem. Nou, dan zou ik hem nog kunnen proberen te sleepen, hè? Ja, dat is waar. Dat is een voordeel. Ik weet, het is risky, maar ik moet het doen. Hij deed in principe 30, maar als hij nu een crit heeft, dan ben ik mijn looten kwijt. Nee! Oh, ik was even heel bang. Ja, dat snap ik. Maar hij sleept, dus dat is mooi. Ja, alleen ik heb het gevoel alsof hij Vital Spirit heeft, met hoe snel hij zo net opknapte. Wacht, als hij sleep doet, ja, dat kost geen turn, hè? Oké, eerste is sowieso guaranteed. Dus eerste kan ik sowieso. Hierna moet ik healen. Ja, of... Ja. Het zou wel killen, maar hij killt mij ook. Dus dat, nee. Ja, ja, nee, ga alsjeblieft take the risk niet. Potion of super potion? Nee, potion. Gewoon super potion. Be safe, please. Ja, anders dan krijg je weer Dan krijg je weer Sander. Ja, dan krijg je weer gewoon regular Sander. Nee, die. Ja, die emo die jij in zo... je beeld hebt gestopt. Oké. Hij was asleep. Ik had gewoon kunnen mega drainen. Zie jij ook op? Swift? Oké, ja, met de crit ben je ook niet dood. Nee. Dat is alleen als hij... Nice, gelukkig was dit zijn enige Pokémon. Ja. Wat zei je? Goed opgelost, zei ik. Ja. Meestal zou ik een domme fout hebben gemaakt. Maar zoals Bayleaf inzetten. Ja, mijn go-to is nu Bayleaf. Maar ik vergeet soms dat Fighting super effective is op Steel. Maar ik verwacht ook niet echt dat Fighting super effective is op Steel of zo. Oh, ik wel. Ik vind dat eigenlijk wel een logische. Ja? Ja. Want? Omdat je echt deuken in staal slaat dan, zeg maar. Ja. Voor echte Steel Pokémon. Die snap ik wel. Die vind ik eigenlijk best wel logisch. Ja, oké. Misschien wel. Maar dat zit er dan niet bij mijn logica ingebakken. Dus dan denk ik, Steel kan wel. En oprecht, oké, het was super effective. Maar als je kijkt naar deze stats. Ja, zijn defense is wel hoog. Maar zijn special defense is bijna twee keer zo hoog. Dus, en hij heeft veel meer... Oh, dat valt eigenlijk wel mee. Maar en het is niet super effective, dus het was een goede keuze om in tank naar te gaan. Het was een goede keuze, maar ik denk wel dat ik één hit had overleefd en dan had ik alsnog naar Tangela kunnen gaan, zeg maar. Ja, dat is waar. Oh, wat heb ik daar? Pokémon vangen, Sander. Oh ja, wacht. Nou, deze duurt al tering lang, moet ik zeggen. Ja, maar die vorige had je ook snel, ja. Dus hè. Je dan kan ik ook weer een beetje... Shiny Koffing. Nee, wel gewoon. Het was wel een Koffing. Nou ja, gewoon wil ik hem ook niet noemen. Colossian Koffing. Dat meen je. Dat ga ik niet doen. Bulldoze zit iedereen. Dat was ook op iedereen super effective, denk ik. Oh nee. Die Danny niet, dat ze ground is. Alhoewel, misschien ook wel trouwens. Jawel, hij is ook electric, dus dat jawel. Hey, throw. Don't throw it, Sander. Don't throw it. I'm not gonna throw, man. I'm not gonna throw. Ik vind dat namelijk geen leuk Pokémon. Aan de andere kant, er zijn slechtere Pokémon. Zoals Diggersby, Trubbish. Hoe heet die guy? Bolthound? Nee. Ja. Yeah. Je weet wie ik bedoel. Jamper. Jamper, ja, die. Ja, die vind jij dan wel weer leuk natuurlijk. Jij bent echt zo'n lul. Die vind ik niet zo, oké. Okay. Oh, je hebt wel een Engelse Pokémon daar vliegen, zie je dan? Carving, ja. Dat is van mijn Seeking Locking. Heel Seeking Locking. Ik zal nog te twijfelen, hè, om die in een latere gen te doen. Maar eigenlijk als je... Oh ja, ik vergeet steeds dat ik moet Sheet Center. Maar dat werkt... Ja, het werkt wel. Alleen de enige Pokémon die je erbij krijgt was Fletchling. In Gen 4 sowieso geen Engelse Pokémon. Er was nog een... Misschien in Gen 5.
Of er was er nog een Engine 6. Of Fletching was eenmaal de enige, maar... Ik weet niet meer. Stunky. Dat zou ik ook niet erg vinden. I mean, liever de Koffing, want die is vet. Je zou sowieso Barry een plezier doen als het Stunky is. Ja. Is Barry een Stunky fanboy? Nou, Barry is een... Een Poison fanboy. Ah, oké. Okay. Ik weet niet of Koffing Poison Fire is trouwens. Als hij Poison Fire is, dan is Koffing zeker ook een goeie. Kijk. Hij zal vast niet blij zijn dat mijn Survivor dood is gegaan. Na één... Nee, hij heeft nog mijn Survivor heeft trouwens geen enkele hit gedaan toen hij dood. Maar heeft hij überhaupt niks gedaan? Nee. De hele run niet? De hele run. Ik gebruikte hem voor het eerst. Toen ging hij dood. Tip, doe niet. Ja, maar hij werd gerolled in. Nou, dat is niet waar. Ik had hem gewoon kunnen switchen. Maar ik dacht van, oh, het is maar een klein beetje AP. Als ik buy doe, dat is super effective. Nou, dat klopt allemaal wel. Ja. Je was alleen één klein detailtje vergeten dat hij een psychic attack kon. Mm-hmm. Ik wou zeggen effect, maar dat is iets anders dan. Effecting en affect en attacking is iets anders. Dat is Engels basic eigenlijk wel, dus ik snap niet waarom ik daar zo op vasttyp. Ja. Is dit hem? Dit is bling bling bling. Bling bling bling. Dat klinkt bijna als de... Ja, die. Ja. Van de track Crick Tuning. Crick Tuning. Doe Sweet Sand. Laat van die schijnende Pokémon komen. Sweet Sand. Eigenlijk was Hu misschien wel toepasselijker geweest bij Leaf from the Vines. Yeah. Bij Tangela. Yeah. Maar ik Leaf from the Vines en mij Lutan, dat had nergens anders echt gepast. Dus dat is op zich wel mooi. Ja, Turtwig maar. Die krijgen we toch niet in deze keer, nee. Ah, weet je niet, hè? Nou. Of Carnivine, trouwens. Carnivine had hij ook wel goed gepakt. Gepast, niet gepakt. Ik vind Grass-types die herfstkleuren als shiny hebben... Episch. Mooi. Vind ik leuk. Mm-hmm. Ga ik goed op. Goed op, één. Zekers. We on. Dus geen haat naar Shiny Chikorita. Ik zie jullie wel in de comments. Iedereen haat altijd op Chikorita. Echt, is helemaal hè? Niet nodig. Ik hou van Chikorita. Ik vind echt een leuke Pokémon. Hij is misschien niet sterk, maar het is wel gewoon een vette Pokémon. Weet je, als ik mijn huisdier mocht kiezen tussen Totodile, Cyndaquil en Chikorita, zou het Totodile zijn, maar mijn tweede keuze toch wel Chikorita zijn. Ja, een krokodil? Ik zou het gevaarlijk vinden. Nou, eerlijk, als ik hem zou laten evolueren, ja, dan sowieso Chikorita. Want, like, een Ferelegate in huis is gewoon niet zo handig. Nee, en Cyndaquil ook niet, want alles staat opeens in de fik. Maar Cyndaquil, I mean, dat is gewoon een Cyndaquil is niet per se niet leuk of niet cute. Ja, vind ik dan wel. Maar het is gewoon... Ik vind Cyndaquil cute, hoor. Oh, Nee, Cyndaquil niet. Nee. Ik was met Chikorita in mijn hoofd. Nee. Ik vind hem net niet cute genoeg. En ik vind hem voor de rest ook niet leuk genoeg om te zeggen. Kijk, Totodile is ook... Hij is een klein beetje cute. Maar is vooral gewoon funny. Gewoon mooie guy. Leukie. Kun je een mooie kat mee uithalen. Kijk, dat is helemaal top. Zullen wij de aflevering beëindigen, Sander? Nog één. Oké, doe jij er nog maar één. Speciaal voor deze laatste. Geen zalt, want dit wordt de Shiny! Oh, nee. Dat was zo leuk geweest. Als dat... Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik graag de volgende keer weer. Dat vonden adios, jullie. Amigos.